Welkom allemaal. Ik zie dat de deelnemers aan deze lezing gestaag binnentruppelen. We lopen nu tegen de 150 aan. Dat is ongeveer de helft van wat zich heeft aangemeld, dus dat zou nog op kunnen lopen. Geweldige belangstelling voor een geweldig actueel en belangwekkend onderwerp ook. De winterlezingen over de regionale woningbouwopgave, waarin we uitgaan van 250.000 woningen in de metropoolregio Amsterdam. En vandaag kijken we naar Zaanstad, waar tussen de 10.000 à 20.000 woningen van dat totaal staan gepland. De winterlezingen is iets wat het Architectuurcentrum Amsterdam elk jaar doet in januari, februari. Met de bedoeling om een actueel probleem wat breder en meer in context te behandelen. Dus het is ook de eerste van een reeks van 5. Na Zaanstad gaan we naar Haarlem, dan naar de Haarlemmermeer, dan naar Almere en dan naar Purmerend. En we hopen van de een naar de andere plek niet alleen een beeld te krijgen van de individuele situaties en opgaves, maar vooral ook eerst en vooral misschien ook wel van het gemeenschappelijk belang om die woningbouwopgave regionaal goed te coördineren en af te stemmen. Wij hebben een geweldig programma voor jullie. Voordat ik daarop verder op inga, we zijn met veel, we kunnen elkaar niet zien. Jullie kunnen uitgebreid gebruik maken van de chatbox en van Q&A-box. Maar het is denk ik toch wel leuk om een beetje een beeld te hebben van met wie we hier allemaal zitten. Dus we doen eerst even een kleine poll om daar een beeld van te krijgen. Isanne, wil jij hem starten? Vraag 1. Woon je in Zaanstad of zou je er in de nabije toekomst willen wonen? Je kunt alleen maar ja of nee invullen. Vraag 2 is, werk je in het architectuurveld? Ja als ontwerper, ja als ambtenaar, ja als belegger, ja als ontwikkelaar, ja als corporatie, als aannemer, als bestuurder of nee, ik ben geïnteresseerd in architectuur. Vraag 3 is een gewetensvraag en je mag er maar 1 kiezen. Met het mes op de keel, dat snap ik ook wel, want alles is belangrijk. Maar als je 1 mag kiezen, wat is dan het allerbelangrijkste in de woningbouwopgave voor de komende 20 jaar? Is dat betaalbaarheid? Duurzaamheid, snelle productie of kwaliteit? Ik ben heel benieuwd hoe die balans gaat uitvallen in dit gezelschap. Isanne, kun jij met ons de resultaten delen? Ja, er druppelen er nog een paar binnen. Ik geef nog een paar seconden en dan... ik zet hem nu uit. Even kijken. Nu kunnen jullie zien wat de antwoorden waren op de poll. Dus het is wel opvallend dat er niet heel veel mensen uit Zaanstad bij zitten. Maar wel heel veel ontwerpers. Ook ambtenaren, veel ontwikkelaars. Ook corporaties zijn goed vertegenwoordigd. En mensen die geïnteresseerd zijn in architectuur. Precies, en we hebben dus qua geïnteresseerd en beroepspubliek een 50-50 gezelschap. Ja. Waarvan in ieder geval 84% niet in Zaanstad woont of daar zou willen wonen. Daar komen we straks vast op terug. En de laatste is natuurlijk ook super interessant. Uiteindelijk vinden we het belangrijkste in de woningbouwproductie de kwaliteit. Nou, dat is trouwens niet helemaal waar. Dat is uiteindelijk natuurlijk 38% van het geheel. En als je de andere 3 samenpakt, nou enzovoort. Heel erg bedankt voor jullie antwoorden hierop. Dat geeft ons allemaal een beetje een beeld. Ik zie in de chat dat iemand geen geluid heeft. Is dat een algemeen probleem of is het een individueel probleem? Dat kunnen ze niet zeggen. Want... Maar ze kunnen wel in de chat zeggen, ik heb wel geluid. Ik heb genoeg aan 1, ik heb wel geluid om te weten dat het geen generiek probleem is. Oké, dankjewel Marcel Seim en alle anderen. Heel goed. Nee, het lijkt een individueel probleem te zijn. Even kijken, waar is het? Dan ben ik in wikheid. Oké, nou in ieder geval kunnen wij door. We gaan ook door, want we moeten in een razend tempo een enorm groot programma afwerken. En daarvoor wil ik eerst graag het woord geven aan Lex Brands, de bouwambassadeur van de gemeente de provincie Noord-Holland sinds augustus 2020. En met als doel om te kijken hoe in de woningbouw we sneller, meer en betaalbare woningen kunnen realiseren.
En om dat te bereiken is hij in gesprek met de hele bouwketen. Maar hij is natuurlijk al veel langer betrokken bij de opgave en bij het beleid in de MRA. Sinds 2013 geloof ik bij de MRA betrokken en daarvoor al lang ook bij de gemeente betrokken. Dus de ideale man op de juiste plek. We hebben hem gevraagd om de komende 3 edities van de Winterlezingen in 5 minuten in een soort van feuilletonvorm het fenomeen metropool iets nader toe te lichten. En hij zal van grote schaal afdalen naar de MRA. Lex, mag ik jou het woord geven? Ah, dankjewel. Dankjewel, Indira. Kijk, ik ben aangesteld door de provincie Noord-Holland omdat ze in Haarlem de Haarlemmer olie hebben uitgevonden. En dat lijkt me nou precies de goede functie die we nodig hebben bij het ongelooflijke complexe proces waar we met z'n allen in zitten om de bouwproductie in de provincie Noord-Holland, maar van de metropoolregio Amsterdam, waar de druk het hoogst is van heel Nederland, ook daadwerkelijk van elkaar te krijgen. Ik heb 300 seconden, heb ik begrepen van Indira, die daar heel streng in is. Dus ik ga even kijken of ik jullie een paar gedachten kan meegeven over metropolen. En dan beginnen we natuurlijk met megametropolen. Wat jullie hier zien is Tokio. Tokio is een van de megametropolen die we hebben. Dat schuine zebrapad heet overigens een Dutch Crossing. Voordat jullie het maar even weten, we zijn internationaal bekend over dat we altijd de kortste weg proberen te kiezen. 75% van de bevolking die zal in dit soort steden, of in ieder geval in steden wonen vanaf 2050. En die steden die concurreren vervolgens ook nog stevig met elkaar. En eigenlijk zou je kunnen zeggen op welke punten concurreren ze met elkaar, nou, met name in de war on talent. Althans, dat is wat de cijfers zo ongeveer geven. Wat we zien in die steden is, men woont zeer op één gestapeld, zou je kunnen zeggen. Maar connectiviteit, verbinding binnen die stad, verbinding met elkaar, allerlei type verbinding zijn essentieel voor die steden om te functioneren. En hier zien we een klein beeld van de ESA, wat connectiviteit betekent. Dan voor de luchtlijnen, dat was nog pre-corona. Maar het feit dat corona over de hele wereld gaat, is waarschijnlijk via deze oranje lijnen gegaan. En dat is toch wel een buitengewoon teken van connectiviteit. En dat we met elkaar echt enorm verbonden zijn. En wat je ziet is, als wij met elkaar een auto kopen, dan komen de onderdelen van deze auto, volgens mij is dit een vrij oud product, een Golf, maar wel een prachtige foto. En de onderdelen voor deze auto, die komen uit maar liefst 75 landen. En dat wil zeggen dat we dus voor die hele, voor het met elkaar te kunnen produceren, hebben we elkaar nodig. En voor de productie. En eigenlijk zie je ook in de manier van leven dat we elkaar nodig hebben. Die steden, die concurreren met elkaar in de war on talent, maar die zijn ook met elkaar van elkaar afhankelijk. Als je het ziet ten aanzien van de productie en de communicatie en alles wat daarbij hoort. En wat jullie hier zien, is, ik laat hem expres even wat langer staan, zodat jullie er goed, even goed naar kunnen kijken. Hier kan je al bijna een verhaal op zich over vertellen. Maar in het midden zien jullie de Big Seven, die we allemaal kennen. En dan staat er een klein cirkeltje om Holland Metropool. Daar zal ik de volgende keer wat over vertellen. In het buitenland noemen ze dat de Randstad, maar wij noemen dat de Randstad. Dat zijn eigenlijk de steden die zich bijna hebben gevestigd als een hele grote metropool, maar het nog niet zijn. En dan zie je vervolgens aan de linkerkant van dit spectrum de nieuwe wereld, de toetreders die een beweging maken richting die binnenste cirkel. En je ziet de giganten die ervoor zorgen dat de productie van allerlei materialen, grondstoffen enzovoort, dat die productie ook op gang komt. Dus je ziet daar ook aan de rechterkant Shenzhen, 62 miljoen inwoners. Tokio trouwens, ook goed om te weten, 37 miljoen inwoners. Changzhou, 61 miljoen. Dat zijn echt de hele grote jongens. En als je ziet hoe die zich ook verschijnen, dit is Tokio. En Tokio, de kern van Tokio, die 17 miljoen mensen groot is, die is ongeveer te placeren op half Noord-Holland. Dus we hebben het zo meteen over Zaanstad. Je moet je zich voorstellen dat er dan vervolgens zo'n 17 miljoen mensen in Zaanstad tot en met Den Helder wonen. Er nog eens bij.
De vraag is nou, dat zijn eigenlijk de vragen die we ons enorm afstellen van zijn die monocentristische, je ziet dit echt, hè, dit is echt gewoon een hele grote klont, zijn dat nou de steden van de toekomst? Zit daar nou de goede uitbreiding? Moet je dat op een goede manier doen? Want waar is feitelijk de menselijke maat gebleven in zo'n stad? Uit onderzoek blijkt dat de buitenkanten van deze steden, dat zien we zelfs in Parijs, de levensverwachting gemiddeld zo'n 10 jaar lager is dan in het centrum van de steden. En wat zijn nou eigenlijk de neighborhoods? Op welke manier zorgen we voor elkaar? De Neighborhoods of the City, trouwens ook een heel goed boek wat door Maarten Haaien geschreven is, dat ik jullie echt kan aanraden. En hoe zouden we dat nou moeten doen als je ziet dat zo'n auto in elkaar wordt gezet uit 75 landen? Hoe zouden we dat nou op een andere manier moeten doen in de wetenschap dat we nu de klimaatmaatregelen zullen moeten nemen, die we willen nemen en die ook echt noodzakelijk zijn, als we weten dat beton en staal eindig zijn als bouwmateriaal. En vooral dat we inclusieve steden willen realiseren. Bijzonder overigens is dat in de rankings van mondiaal, van al die steden, zien we dat Amsterdam, en dit zijn de cijfers van 17 tot en met 19, en dit zijn ongeveer 100 verschillende soorten metingen die zijn opgeteld door het MIT, op de derde plaats staat. En wat ik me afvraag en wat we ons allemaal afvragen, er zijn een aantal verklaringen voor, maar is er nou een sluitende verklaring waarom Amsterdam op de derde plaats staat, de MRA, en dat is in 2020 ook zo gebleven, en hoe we dat kunnen volhouden en een goede stad voor de bewoners maken. Want uiteindelijk maken wij de steden niet om ze in grote hoeveelheden geld aan te verdienen en woningen neer te zetten, maar om communities te maken waarin onze mensen willen leven, waarin wij willen leven. En ik zeg wel eens tegen ontwikkelaars of bouwers, je maakt een goed gebouw als je er zelf in wil leven. Daar wou ik het voor dit moment bij laten. Volgende keer gaan we iets verder inzoomen op de Holland Metropool en de Europese concurrenten. Dankjewel Lex, alsof je nooit anders hebt gedaan dan dit soort online feuilletons voor ons verzorgen. Maar heel belangrijk ook wat je in die 300 seconden die je gegeven zijn al aanstipt. Het belang van connectiviteit, verbinding en tegelijkertijd hoe je in die toekomstige plannen ook de bestendigheid en de menselijke maat intact houdt. Isanne, kun jij heel eventjes naar de programma slide? Kan Isanne dat? Ja. Ik kan het vast zeggen. We gaan zo gelijk door naar de lezing van Marco Broekman over het Hembrugterrein in de stad Zaandam, in de gemeente Zaanstad. Hij is architect, stedenbouwkundige en heeft al heel lang een eigen bureau wat sinds vorig jaar Bura heet. Maar is betrokken bij opgaven over het hele land, onder andere het Merwedekanaal, Purmerend-Hembrug. Daarna zullen we dat in een panel bespreken, waaronder met Songül Mütlü, de wethouder wonen en bouwen, maar ook jeugd en armoede. Heel interessante sociale verbinding tussen wonen en de groepen die daar wonen. En Frits Palmboom, maakmeester van Zaanstad, maar veel meer dan dat. Stedenbouwkundige met een enorm lange staat van dienst. Al sinds 1990 betrokken bij grote stedenbouwkundige opgaven in het land. En nu niet alleen maakmeester van Zaanstad, maar ook supervisor van diverse gebieden in het Zaan-Ei-gebied langs de Zaanoevers. Afwezig is Co Vrouwen van Architectuurcentrum Babel, maar bij de komende edities zullen we ook steeds een architectuurcentrum ter plaatse bij het gesprek betrekken. Laten we nu vooral snel naar Marco Broekman gaan en zijn lezing over de stand van zaken in het Hembrugterrein. Marco. Yes, ik ga mijn scherm delen. Ik weet niet wat ik nu zie. Zien jullie mijn scherm?
Zeker. Volledig. Ja, helemaal mooi. Goedemiddag, mijn naam is Marco Broekman. Fantastische opkomst. Ik ga wat vertellen over Hembrug. Heel kort even over mijn bureau. Maar ik heb zoveel te vertellen over Hembrug. Dat ik jullie daar meteen mee naartoe ga nemen. Mooie introductie net over het belang van dat nadenken over de regio. Mijn bureau, zes jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen. En sinds vorig jaar heten wij Bura Urbanism, gevestigd in Amsterdam. En we werken met een aantal architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten aan hele mooie opgaves in Nederland. Dat doen we op verschillende schalen. Hier tussen staat Hembrug klein, maar we werken ook op grotere schaalniveaus. Dat doen we enerzijds door onderzoek te combineren met hele concrete plannen. Dat noemen we onderzoeksgedreven stedenbouw. Wij geloven heel erg in de duurzame stedelijke omgevingen. Door inderdaad vanuit meerdere thema's en brillen integraal naar gebieden te kijken. Dat doen we altijd vanuit een vakmanschap. Uiteindelijk dat het mooie plekken oplevert, mooie gebouwen waar mensen willen wonen. En dat doen we door samen te werken. Een aantal van die plannen zijn inderdaad net genoemd. Merwen in Utrecht, Schieoevers, Hembrug als een van de parels wel als plannen waar we aan werken. Maar wij werken ook aan strategieën op het gebied van landschap, verdichting en verschillende thema's als energie, klimaat en onderwijs. Interessant is dat we op dit moment, ik denk aan zo'n 15 woon-werkgebieden ook werken in Nederland, waar we allerlei dingen uitvinden, hoe je wonen met werken combineert en hoe je die duurzaam maakt. Waaronder inderdaad stationsgebied Purmerend, Legmeer ook in de regio Amsterdam en Hembrug. We zien daarbij de stad zeker als een plek waar problemen samenkomen op het vlak van misschien luchtvervuiling, ongelijkheid, drukte. Maar we zien ook juist de stad als een plek waar je kan innoveren. De stad als oplossing, rechts een beeld van een project in Eindhoven. Ze willen eigenlijk met stedenbouwkundige plannen, strategieën, oplossingen bieden voor die stad. Nou, in Hembrug en in Zaanstad komt daarvan ook veel bij elkaar. Je zou ik inderdaad kunnen zeggen in de regio Amsterdam. Enerzijds enorme vraag naar woningbouw, wat terecht moet komen in die stad. Het landschap staat onder druk. Stikstof, woningbouw die werkgelegenheid uit de stad drukt. Dus hoe ga je om met bedrijvigheid? Hoe ga je om met een haven die daar zit? Daar zal ik straks ook over vertellen. Hoe kunnen we inderdaad stappen zetten? Zaanstad is denk ik op een hele goede koers met ook die betaalbaarheid van die woningbouw. Nou, volgens mij is super interessant deze lezingenreeks. Die kijkt eigenlijk naar die polycentrische metropool, naar die steden in de regio die eigenlijk des te interessanter worden wanneer je ook naar dat grotere vervoersnetwerk krijgt van de metropool. Nou, Hembrug speelt daar denk ik een hele bijzondere rol in. Het is misschien ook aan het eind van de reeks interessant. Wat zijn nou thema's die in die verschillende plekken, hè, dus Purmerend, Haarlem, Hoofddorp, Almere, hetzelfde zijn, maar wat is ook anders? En ik denk dat Hembrug, ja, ik ken geen gebied als Hembrug, hè, dus de plek met de geschiedenis, met het landschap aan het water. En dat het heel bijzonder is hoe deze plek eigenlijk midden in die regio een hele belangrijke schakelfunctie vervult. Dus wij zien Hembrug dan ook als een schakel tussen eigenlijk het havengebied wat gaat verstedelijken voor een groot deel, maar waar ook werkgelegenheid blijft. En is Hembrug eigenlijk een schakelstuk in de groei van de metropoolregio Amsterdam. Nou, ik ben zelf denk ik 5 jaar geleden met studenten voor het eerst op Hembrug geweest. En eigenlijk in 2017 zijn wij met ABC daar geweest voor de tender van het Rijksvastgoedbedrijf. Dus een heel proces aan vooraf geweest. Toen was het prachtig weer toen we er kwamen. Nou, je
ik hoop dat iedereen er al eens een keer is geweest, maar absoluut totaal verliefd op het... op de plek en eigenlijk sindsdien, elke keer als ik er weer kom, ontdek je weer nieuwe dingen en dus heel blij dat we aan dit project werken. Wat zijn we aan het doen in Hembrug? Allereerst is Hembrug een heel team van mensen werken eraan. Wij werken samen met Strootman als landschap aan het masterplan waar ik jullie over zal vertellen. En Hembrug, het terrein, een groot deel van het terrein is gekocht door Hembrug BV met partners ABC Alive. Een deel van het terrein is nog in handen, dus van andere eigenaren. Uiteraard werken we sterk samen met de gemeente Zaanstad en de supervisor. En zijn de verschillende adviseurs verder betrokken. En proberen we zo goed als mogelijk ook met allerlei partijen op het terrein ook samen te werken. En zijn er verschillende partners ook actief die meekijken. Waar komen we vandaan? Eigenlijk in 2016 zijn er gebiedspaspoorten. Dat is een hele inventarisatie door Steenhuis Meurs gemaakt. Supergoed document wat als basis heeft gediend. Ook voor de plannen, voor de tender. En in 2018 hebben wij die tender gewonnen met een plan. Wat met name focuste op bebouwing aan die zuidkant. Nou, toen in 2019 vernietigde, dat is een mooi woord, hè, vernietigde het Raad van State het omgevingsplan wat er lag. Nou, dat was natuurlijk een grote shock op dat moment. We waren eigenlijk net klaar met een soort plan. Maar vervolgens hebben we eigenlijk een nieuwe strategie bedacht die veel meer rekening houdt met de regio, met het havenbedrijf en met de moeilijke kanten van het plan. Dus eigenlijk uiteindelijk als een kans gezien om verder te gaan. Nou, vervolgens pre-corona, maar ook tijdens corona meer digitaal, heel erg ingezet op zowel de mensen op het terrein als daarbuiten heel goed mee te nemen in de ontwikkeling van dit masterplan. Dat masterplan heeft meerdere doelen. Eigenlijk is het een soort kapstok, een soort stip op de horizon om de samenhang op Hembrug te benoemen en te behouden. Om per deelgebied ook keuzes te maken omtrent initiatieven die we zelf ontplooien of met mijn opdrachtgever, maar ook ondernemers op het terrein. En daarmee de integraliteit ook te bewaken tussen verschillende deelgebieden. Dus geen gefixeerd eindplan, maar een adaptief plan. Heel veel tekst, ik pik er even aantje uit. Wat willen we dan met het Hembrug terrein? Een bijdrage leveren aan die woningbouwopgave, waarbij we de unieke kwaliteiten van Hembrug bewaren. Versterken. Bestaande bedrijven en ondernemers als Staats, het Hem, Vlinders ook onderdeel laten zijn van Hembrug en laten floreren. En een heel belangrijke opgave is woningbouw veel beter af te stemmen op de milieucontouren van de havenbedrijven in het gebied. Nou, dit is een heel ingewikkeld schema. We werken nu aan het masterplan, maar later gaan we per deelgebied een aantal uitwerkingen maken. Dus stedenbouwkundige plannen, gebouwplannen per deelgebied. En zullen er ook plannen worden gemaakt voor het masterplan openbaar ruimte en het beeld- en tijdsplan. Wat ik jullie nu eigenlijk toon is een eigen concept masterplan waarin we ook hopelijk binnen een aantal weken richting besluitvorming gaan. Dus we krijgen eigenlijk een beetje een kijk in de keuken in hoe dat in elkaar zit. Nou ja, een hele rijke geschiedenis. Ik denk dat er een aparte lezing over kan worden gegeven van de Nationale Munitie- en Wapenfabriek die hier is gestart en is ontstaan. En eigenlijk het Hembrugterrein is eigenlijk gegroeid vanuit de logica vanuit die militaire productie, waarbij gebouwen, landschap, functioneren, mens heel erg in gezamenlijke logica zijn ontwikkeld. Hier hebben we eigenlijk het plofpost, dus ook alle landschapselementen, alle de bunkers, de heuveltjes, de afstanden, hadden een eigen logica in het gebied. En eigenlijk zijn er met de tijd is het terrein heel erg veranderd. En dat zie je eigenlijk in dit schema. In rood zie je de gebieden, hoe ze waren in een bepaalde periode. En het gebied was dus, stond veel meer vol met gebouwen. Maar langzamerhand is dat eigenlijk verworden tot
tot meer een soort gatenkaas van landschap, gebouwen, structuren. Nog steeds meer dan 120 gebouwen, waarvan meer dan 50 monumenten op ongeveer 40 hectare en ongeveer 15 hectare bos. Nou, die kwaliteiten die met de tijd zijn ontstaan, doordat de dingen zijn veranderd, die zijn echt prachtig, waarbij de ook grootte van de openbare ruimte door onder andere Palmhout ook is aangepakt. Hier een aantal beelden van oude leidingen, bestaande gebouwen in het gebied. De projectfabriek, waar ik straks nog wat meer over zal vertellen. Pleintjes, intieme plekjes die er ontstaan tussen de gebouwen hier bij Yada Yada. Groene plekken, verharde plekken, zichtlijnen richting het water. Groene plekken tussen de bebouwing, hier een doorzicht naar het bos. Plekken die natuurlijk heel erg worden benut pre-corona. Hierbij rondom Taats. En een schat aan gebouwen die eigenlijk ook klaar liggen om verder benut te worden. Natuurlijk het HEM, prachtige initiatief. Maar ook andere gebouwen worden benut voor kunst- en cultuuruitingen binnen de gebouwen. En hoe meer je richting dat bos komt, hoe een beetje geheimzinniger, hoe poëtischer het wordt tussen die gebouwen. Met ook de enclave en eigenlijk midden in het bos de geheime plekken waar ook de bunkers zijn, waar je ook eigenlijk amper komt. Nou, dit is de Heimbrugterrein anno nu, waarbij je na het heel goed ziet, even uitkijkend van over het water richting Zaandam, hier het centrum, Den Elweg met de toren en hier de Provinciale Weg, waarbij je, vind ik zelf heel mooi, we noemen dat het mozaïek, een soort mozaïek hebt van bestaande bebouwing, groene plekken, open plekken, steegjes, routes. En dan hier het prachtige bos wat eigenlijk centraal in dat gebied ligt. Heimbrug heeft in onze ogen dus ook zijn eigen logica. Uiteraard wordt de omgeving, zoals Achtersluispolder, wordt straks sterk verstedelijk. Maar wij zien Heimbrug als een belangrijke groene enclave met een eigen logica in dat gebied. Nou, het zal dus veel meer onderdeel worden van de regio. We komen straks op hoe wij de mobiliteit zien op Heimbrug zelf. Nou, dus er zijn kansen om Heimbrug veel beter te verbinden. Onder andere met het verloren spoor. Dat zijn oude spoorroutes die richting het noorden gingen om Heimbrug veel beter te verbinden. Ook met het water en met routes naar de omgeving. Belangrijke waarden die wij zien en die we meenemen eigenlijk in het plan, zijn het eigenlijk het gebied zien als een soort industrieel landgoed. Het erfgoed als een soort wapenfeit nemen, als een laag waarop we door kunnen werken. Juist die kracht van het gebied, we noemen dat scheepstoeters en vogelgefluit. Enerzijds die grootsheid van het water, van de haven. Maar anderzijds dat bos met eigenlijk die intimiteit die het heeft. En de kracht van het gebied zelf met zijn ondernemers, met zijn, de levendigheid die het heeft. Het ontdekken willen we eigenlijk voortzetten in het gebied. Nou, hoe gaan we nu om met die veranderingen? Want eerst het plan, toen de vernietiging van het omgevingsplan. Wat is de ruimtelijke visie van Heimbrug? Sowieso is de visie die gefaseerd ontwikkeld gaat worden, waarbij we nu de strategie hebben om veel meer van de woningbouw, ongeveer 1100 woningen, in het noordelijk deel en het middendeel van Heimbrug te gaan maken. Dus verder af van van de haven. En we willen daar ook beginnen in het noordelijk gebied, een beetje klein hier. En eigenlijk langzaam naar beneden zakken. En eigenlijk het zuidelijk deel veel meer als een acupunctuurstrategie zien. Waarbinnen tussen de bestaande gebouwen op den duur allerlei kleinere volumes worden geplaatst. En dus met de tijd het gebied gaan ontwikkelen. Maar een groot deel zal in fase 1 in het noordelijk deel terechtkomen.
En dit is eigenlijk de hoofdvisie waarbij we zeggen dat het karakter van het zuidelijk deel, van het bestaande deel, wat we het mozaïek hebben genoemd, dat we daar de kwaliteiten willen behouden van de plekjes, de groene plekken, de oude bebouwing, dat daar op een aantal plekken gebouwen bijkomen, maar met behoud heel veel van bestaand groen, bestaande bomen. Aan het plein, aan het water, een groot een plein met juist één keer aan het water een zicht op dat water. Voor de rest willen we dat formele waterfront, ook met de kogelfabriek, juist heel erg sterk gebruiken. Op de kop een groene publieke plek. En eigenlijk richting het noorden, langs het verloren spoor, als een hele belangrijke sterke structuur neerzetten, willen we meer gaan verdichten in deze strook. Willen we de principes van dat mozaïek, van een soort losse gebouwen, die pleinen, straten, plekken maken, willen we doorzetten. Maar dan in een meer stedelijke versie. Andersom willen we de kracht van het bos, willen we doorzetten naar beneden, naar het gebied. We willen het een echte groen uiterlijk geven, voor zover het dat al niet heeft. En de bebouwing hier in het noorden en rondom de enclave zal veel meer bebouwing zijn wat tussen de bomen in het landschap zijn plek krijgt. Nou, hier zie je ook een aantal belangrijke structuren. Het verloren spoor, de havenstraat, de hemkade, de middenweg hier centraal en de regenmeter. Een aantal andere historische lijnen die heel erg in het gebied zitten. Dat is eigenlijk het hoofdconcept. Ik wil met jullie nu een aantal 7 punten doornemen. 7 uitgangspunten die eigenlijk gaan van landschap, openbare ruimte, mobiliteit tot programma en stedenbouw. En wil ik afsluiten met een sneak preview in een aantal architectuurprojecten die nu op het terrein worden gemaakt. Het landschap vormt eigenlijk de basis van het plan. Hè? Groen, geheim versus iconisch en herkenbaar. Daarbij willen we enerzijds Hembre goed verbinden met de omgeving. Ik denk dat dat echt een kracht is. Maar we willen hem wel als groen en als een groen omsloten terrein herkenbaar houden. Met dus een aantal plekken aan het water en goede verbindingen richting Zaandam, maar ook richting Achtersluispolder en richting de overkant door middel van pontjes. Daarbij willen we die huidige identiteit van een herkenbaar bos aan de buitenkant behouden, maar wel dat je ziet dat daar gebouwen en eventueel torens in de tweede lijn in achter dat bos staan. Nou, dit is die robuuste groenstructuur waar vooral Strootman heel erg mee heeft ontwikkeld. Waarbij we een sterke structuur, het verloren spoor als belangrijke lijn, Kastanjelaan, het bos zelf, dat is vanwege sanering op plekken redelijk kaal geworden, willen we gaan aanvullen. Het plofbos als een meer geheim bos, de waterstructuur. En eigenlijk in het zuidelijk deel willen we pleintjes en plekken, groene plekken behouden, soms versterken. En willen we echt aan de randen verschillende poorten hebben waar je vanuit de buitenkant ook op het terrein kan. In het noordwestelijk deel maken we echt een nieuwe stevige groene rand om ook daar de buitenkant voelbaar te maken qua bos. Dat bos zal vanaf het bos heel erg een dicht bos zijn met onderbegroeiing. En hoe meer je eigenlijk naar het zuiden komt, naar het water komt, zal het opener worden en zal je ook veel meer dat contact met het water gaan voelen. Uiteraard hoort daar een klimaatbestendige waterstructuur bij, waarbij we verschillende pijlvakken hebben en eigenlijk nieuwe structuren toevoegen, bestaande waterstructuren gebruiken en ook in het zuidelijk deel, maar ook rondom het bos extra water maken om het gebied klimaatadaptief te krijgen. Nou, dit is een beeld van het verloren spoor richting het noorden.
waarbij we aan de linkerkant een meer intensieve bebouwing hebben, die wisselende hoogtes heeft, dat zal ik straks nog over zeggen. En rechts eigenlijk het bos is, waar vroeger ook kleine gebouwtjes stonden met heuveltjes. En daar willen we met behulp van kleinere paviljoens ook een programma toevoegen die eigenlijk die richting van het verloren spoor versterken. Uitnodigende collectieve openbare ruimte. De gemeenschappelijke buitenruimte nodigt uit om van alles in te organiseren. Hier, de buitenruimte moet de plek zijn waar bewoners en bezoekers elkaar op een ontspannen manier kunnen ontmoeten. En daarbij willen we in zowel in het zuidelijk deel de openbare ruimte op plekken gewoon behouden zoals die is, maar ook plekken aanwijzen waar juist bewoners een rol kunnen spelen in het gebruik daarvan, maar ook in het noordelijk deel nieuwe plekken toevoegen, nieuwe groene pleinen en industriële straten toevoegen die dat karakter van Hembrug voortzetten. En dat collectieve maaiveld dat nodigt ook uit tot gebruik. Een belangrijk uitgangspunt is daarbij dat gebouwen, bestaande gebouwen, maar ook nieuwe gebouwen in dat collectieve maaiveld staan. En dat er geen privé tuinen zijn, afgerasterde plekken, maar dat slechts een zone rondom die gebouwen, zowel in de verharde zones als in de groene zones, dat die plekken rondom die gebouwen, die overgang, dat die maximaal transparant is. Dat we maximaal ook het collectieve maaiveld kunnen benutten. Nou, daar ontwikkelen we ook principes voor. Hoe werkt dat in stenige gebieden? Hoe werkt dat in gebieden aan het bos? Maar uitgangspunt is een minimalisatie van die privéruimte en maximalisatie van de collectieve ruimte. In die openbare ruimte willen we eigenlijk allerlei artefacten die er nu zijn van aarde, wallen, stoomleidingen, bliksemafleidingen, elementen, schuilkelders willen we in beeld gaan brengen. Die kan je soms misschien heel goed zien, een andere keer moet je er even naar zoeken. Maar we willen zoveel mogelijk van die elementen, die gelaagdheid van het gebied, willen we in beeld gaan brengen. Hier een beeld van het verloren spoor, juist de andere kant op, richting het water. Waarbij je links bestaande bebouwing ziet van vlinders. En rechts een nieuwe mogelijke nieuwe bebouwing. Met behoud van die mozaïek van groene pleinen en straten. Nou, om die kwaliteiten van die openbare ruimte te kunnen waarborgen, moeten we echt anders naar die mobiliteit kijken. Nu is Hembrug eigenlijk alleen maar goed te bereiken met de auto. En ook op het gebied zelf kan je gewoon overal heel goed met de auto komen. Er is ook ruimte zat, waarom niet? Maar wij denken, en gelukkig is een Zaanstad daar ook heel erg mee bezig, met name ook de verbindingen zoeken, zowel qua openbaar vervoer als qua langzaam verkeer met Amsterdam. Dat is rechts de ladderstructuur uit de koersnota. Hembrug zal op een andere manier moeten worden ontsloten met de regio. Wij zien zelf een aantal knooppunten, een aantal hubs in het gebied, waarbij we eigenlijk het centrale deel van het gebied zo autovrij mogelijk willen houden. En eigenlijk het meeste deel van het parkeren van de bewoners aan de randen oplossen. Eigenlijk aan de randen ook hubs maken, zowel aan de westkant als aan de oostkant bij de aanlanding van de ponds of de boten die naar Amsterdam Centraal of juist naar de Zaanse Schans gaan, maar ook de verbinding juist richting Sloterdijk. Onderzoeken of we door het gebied, dat is de groene lijn, misschien een lokale bus, openbaar vervoer, over het terrein kan gaan. Daarnaast voorzien we alle plekken voor deelfietsen. Op het gebied zelf maximaal prioriteit voor fiets- en voetgangers. Heldere fietsstructuren, heldere fietsstructuren richting het centrum. Wellicht een brug, een verbinding over het verloren spoor richting noord.
maar ook verbindingen maken met Achtersluispolder, omdat daar waarschijnlijk de HOV van Amsterdam-Noord naar Zaanstad komt. Dus als je daar verbindingen maakt, ben je ook zo in Amsterdam of in Zaanstad. Hier nog een schematisch kaartje van het parkeren, waarbij we wat parkeren in het gebied zullen gedogen, langzaam zullen vervangen, maar het grootste deel van het parkeren aan de randen gaan oplossen. Uiteraard moeten we met logistiek, met de hele afval, kijken hoe we dat binnen het gebied gaan oplossen. Dus het parkeren, de ontwikkelstrategie rond het parkeren zal ook een gefaseerde strategie zijn, waarin we langzamerhand het maaiveld parkeren, wat het nu is, gaan vervangen door gebouwd parkeren in parkeerhuizen, soms onder de nieuwe bebouwing, soms in bestaande bebouwing en soms ook nog op maaiveld als een soort ventiel. Dus dat wordt een gefaseerde ontwikkelstrategie voor het parkeren. Nou ja, belangrijke elementen daarin zijn openbaar vervoer, fietsen en vervoer over water. Nou, dit is zo'n beeld van de middenweg, waarbij die als een belangrijke voetgangers- en fietsersas door het gebied gaat, langs heel veel bestaande gebouwen en programma, waar uiteindelijk die auto wellicht kan komen, maar heel erg te gast is. Marco, even de tijd, je hebt nog 5 minuten. Oh, ik heb hem hierop. Ik dacht dat ik 35 minuten had in totaal. Nou, ik sta op 25, maar goed, ik zal even doorgaan. Geluid, heel belangrijk. Daar hebben we samen met Jan Hartloper nog gekeken. Eigenlijk komt het geluid van heel veel kanten, maar met name in het zuidelijk deel is het veel. We hebben daar een soort toolbox voor ontwikkeld, typologieën die daar ook op in kunnen gaan, langgerekte gebouwen, hofstructuur of samengestelde clusters. En dat heeft tot een soort zonering geleid, tot een soort toolbox van welke typologieën kun je waar goed gebruiken. Zodat we ook binnen die bebouwing rustige plekken kunnen creëren, stilteplekken kunnen creëren en de bebouwing kunnen inzetten om andere bebouwing weer luwer te maken. Naast geluid speelt uiteraard ook nog stof en lucht een plek. Wonen, gemengd woon-werkgebied. Ja, heel veel fantastische ondernemers al op het gebied, die heel veel kleur geven aan het gebied. En wij willen eigenlijk toe naar een gemengd woon-werkgebied, maar waarbij het merendeel van het wonen in het noorden zit, met af en toe wat voorzieningen. En het zuidelijk deel voornamelijk wonen, werken, kunst en cultuur wordt, met af en toe wonen. Dus daar zit een hele zonering in. Dus overal is het een heel erg gemengd gebied. Maar we zien daar toch een gradatie in. Mede vanuit de geluidsproblematiek en ook wel de kwaliteiten die in het gebied aanwezig zijn. Zo'n 1100 woningen, waarvan 20% ook sociaal en, midden, en daarnaast middenduur en duur. En ook heel veel van de bestaande bebouwing willen we, zo'n 90.000 vierkante meter, willen we gaan behouden en gaan programmeren. Ga ik even een beetje tempo maken. Nou, hoe gaan we om met de gebouwen, met de stedenbouw? We hebben het een nieuwe collectie genoemd. We hebben een bestaande collectie en we gaan er eigenlijk een nieuwe collectie aan toevoegen. Die heel erg de bestaande collectie als inspiratie neemt. Hier een kaart van alle verschillende dakvormen die er aanwezig zijn in het gebied. Met groep A een soort toolbox gemaakt. Dus we hebben een toolbox gemaakt hoe je met die bestaande gebouwen van heel kleinschalig tot meer grootschalige ingrepen kunnen maken. Wij vinden het interessant aan Hembrug dat je die hele kleine schaal hebt van echt kleine gebouwtjes zoals Bint, kleine paviljoens, tot echt de grote gebouwen als de Kogelfabriek en gebouw 320. En die schaal willen we eigenlijk terugzien ook in die nieuwbouw. Dus die SMLXL schaal willen we daar weer terugzien. Waarbij we uiteraard wellicht een nieuwe laag toevoegen, want we gaan hoger met die nieuwbouw. Maar het karakter van de kleine tot de grote schaal willen we behouden. Waarbij de gebouwen alzijdig zijn, die diversiteit van schaal en kosten is. De gebouwen worden ontworpen als eenheid en het interessante daklandschap ook een belangrijke
karakter is. Nou, hier zie je een plaatje van de combinatie van oudbouw en nieuwbouw, waarin de kleuren verschillende korrels aangeven. Dus de nieuwe eigentijdse laag, bestaande bebouwing, wordt opgevat in een nieuwbouw die ook die verschillende korrels heeft, maar ook de alzijdige gebouwen. Nou, de hoogbouw, hogere gebouwen die we daar zien, die houden heel veel rekening juist met zon, lucht, geluid, met de menselijke maat. En juist die variatie in hoogtes zien we als een belangrijke kwaliteit ook voor de bebouwing op Hamburg. Nou, dat leidt uiteindelijk tot verschillende sferen in het gebied. Ook een aantal plekken, dat zijn de sterren met mogelijke hoogteaccenten. In het noordelijk deel juist wonen aan het bos, wat meer stedelijk wonen aan het bos. In het rechte deel bij de enclave veel lagere dichtheden rondom de bestaande bebouwing aan het bos. In het zuidelijk deel aan het Florenspoor woon je aan het erfgoed, maar ook in een meer compacte vorm. En tussen de bestaande bebouwing wil ik veel meer met een soort acupunctuur gaan werken, waarbij er op precieze plekken nieuwbouw wordt toegevoegd. Duurzaam uiteraard, energie, groen, water, circulair, wind, zon. Nou, uiteindelijk, ik ga bijna afronden, Indira, leidt dat tot een soort indicatieve verkaveling, waarbij je hier in wit eigenlijk de nieuwbouw ziet. Hier ook een beetje de zonering die we zien in zuid, midden en noord. En grijs de bestaande bebouwing, de projectfabriek. Fase 1 zal zich met name richten op het noordelijk deel. En fase 2, weten we niet precies hoe dat helemaal gaat. Maar daar hebben we nog een aantal varianten waarin we dus nog verschillende plekken hebben waar we kunnen bouwen op de kop. Hier het plein met ook een hotel waar we mee bezig zijn. En hier in de campus verschillende gebouwen. Nou, die ga ik even door. Paar laatste dingen. We zijn dus nu bezig met een uitwerking van het noordelijk deel. Stedenbouwkundig plan. Daar kan ik misschien in de lente wat over vertellen. We zijn met Taats, echt enorm verdrietig dat Peter ons is ontvallen in de herfst. Maar we zijn met het bedrijf Taats verder bezig met een hotel op die plek. En op de kop, gebouw 430, een enclave, daar heb ik een paar beeldjes van. Dus gebouw 430 wordt een belangrijk gebouw voor kunst. Daar is ik bezig om daar met zo'n minimale ingrepen het gebouw gereed te maken voor een hele mooie tentoonstelling. En het is een fantastisch initiatief van Joris Laarman en Anita en veel gezinnen die gaan wonen in de enclave. En er zijn ook een paar fantastische architecten bezig met plannen, CC-studio, bureau Sla met een van de complexen. En KFT met de bunkers. Ik hoop dat dat ook een beetje voorbode geeft van de spannende en mooie dingen die kunnen gaan gebeuren. Van nou ja, dit soort hele unieke projecten tot ook dat we daarnaast gewoon woningbouw gaan maken. Sociale woningbouw, middenhuur op dit fantastische terrein. Hamburg, mijn klok zegt 33,5 minuten. Dankjewel Marco en sorry voor de verwarring over de tijd. Goed verhaal, dankjewel. Ondertussen is de Q&A-box volgelopen, ook met allerlei vragen. Ik wou een paar heel gerichte vragen even aan jou stellen en de meer beleidsmatige en grootschalige vragen straks bij de wethouder en Frits Palmboom neerleggen. Marco, ik doe het even in volgorde van binnenkomst. De eerste vraag was, wat is er in jullie plan gewijzigd nadat de Raad van State het eerste plan vernietigde? Wil je dat ik mijn scherm even stop met share? Is dat handig? Of wil je nog een plaatje? Ik vind het wel op zichzelf een leuk plaatje. We kunnen je zien. En misschien wel handig, want misschien wil je wel iets toelichten met een beeld erbij qua wijziging. Wat vooral is veranderd, eigenlijk het oude plan wat wij hadden gemaakt, ging heel erg uit van vooral verdichting in de
aan de zuidkant. En eigenlijk het behoorlijk groen houden van de noordkant. Echt letterlijk de gebieden aan de Den Uylweg en Provinciale Weg hadden wij veel minder bebouwing. Nou, de vernietiging liet wel zien dat we eigenlijk op een veel betere manier moeten luisteren en kijken ook naar de overkant, naar de havenbedrijven. Dus we zijn, en dat is met name het projectbureau en de mensen die daar mee bezig zijn, ja, gewoon heel intensief ook met havenbedrijven en dan letterlijk met meerdere vertegenwoordigingen kijken naar wat zou de oplossing kunnen zijn. Dus we hebben, denk ik, een slimmere zonering bedacht, waarbij een groot deel van de woningbouw in het noordelijk deel komt, een deel nog in het middendeel, maar eigenlijk in het zuidelijk deel bijna niet meer. Dus dat is een belangrijke wijziging. En een aantal andere, waarmee er wel wat meer dichtheid ook is in het noordelijk deel. En ik denk dat we ook door de gesprekken, ook door de gesprekken met de gemeente, door iets meer voortschrijd in zich gewoon het plan rijker is geworden. Dus Zaanstad zelf heeft het mobiliteitsplan gemaakt. Hè. Dus doordat we even terug moesten, zijn er ook alweer nieuwe dingen gebeurd. Er is een AOV die dan van Amsterdam-Noord naar via Achterhuispolder naar Zaanstad gaat. Dus het plan haakt denk ik beter aan ook nu op de ambities van Zaanstad zelf, op mobiliteit. Ik denk dat dat een paar belangrijke wijzigingen zijn. Maar een aantal hoofdideeën van die we toen hadden, van de wisselende korrelgroottes van de gebouwen, het mozaïek, die zitten er eigenlijk nog allemaal heel goed in. Dus ik denk uiteindelijk, was het echt even een shock toen, maar uiteindelijk is het, het heeft ook weer wat ruimte gegeven om op een aantal punten anders naar het plan te kijken. Nou liet je aan het begin van je verhaal een hele route zien, hè, van hoe je het van nu tot na 2022 via een vergunningen-toezeggingen-systeem dan uiteindelijk kunt gaan bouwen. Wanneer weet je nu precies dat je dit kunt gaan maken? Langs welke partijen moet dit nu nog? We willen eigenlijk binnenkort richting college en raad met het masterplan. We zijn ook bezig met een bestemmingsplan voor dan het. We gaan, dat is ook wisselend. Dus voorheen was het één omgevingsplan voor het geheel. En nu gaan we toch werken met meer losse bestemmingsplan. En zorgt het masterplan eigenlijk voor de paraplu. Hè? Want de gemeente zal ook zeggen, we gaan niet postzegelplekjes ontwikkelen. Maar we willen dus eigenlijk ook starten met het maken van het op korte termijn maken en gereed hebben van het bestemmingsplan voor het noordelijk deel. Ja, als dat door de juridische molen is, dat zou dan. Misschien kan ik die planning zelf niet zo heel goed in mijn hoofd. Nou, we zijn natuurlijk voor allemaal heel benieuwd. Wat is de startbouw? Weet je? Wanneer gaat de eerste paal de grond in? Denk je? Ja, het staat in de planning. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Zeker als je het gefaseerd doet, dan neem je waarschijnlijk eerst het noordelijk deel van het Hembrugterrein, wat iets minder gevoelig is, ook in de vernietiging van de Raad van State. Dus dan kun je daar veel zekerder over zijn dan wat er aan de zuidkant gebeurt. Dat zit er dan meer in 2022, de eerste vergunningen en bouwen. En we hopen met de enclave, dat is weer een ander bestemmingsplan, daar sneller te gaan. Dat is een losse ontwikkeling. Dus daar hopen we al, die zijn al met VO's en mijn DO's ook al in het supervisieteam. Even een korte vraag voordat we naar het panel gaan. Kwam ook uit het publiek. Je zei al, er komen iets van 1100 woningen bij in het gebied. Maar hoeveel van de bestaande gebouwen worden omgebouwd tot woningbouw? Wat voor een percentage is dat? Kun je daar iets over zeggen? En hoeveel worden gesloopt? Ons uitgangspunt is om eigenlijk bijna alle gebouwen gewoon te laten staan. Dan moeten we ook nog wel wat dingen regelen met de gemeente. Maar dat is eigenlijk het uitgangspunt. Dus zo'n 90.000 vierkante meter.
Of soms ze bijvoorbeeld open, eigenlijk in ieder geval allemaal te benutten. Het kan ook een keer een openbare ruimte worden. Wij denken dat een groot deel daarvan niet woonfuncties zijn. Er heeft toch uit onderzoek gebleken dat maar een deel van die woning, van die bestaande bebouwing, getransformeerd, makkelijk getransformeerd kan worden tot woningbouw. Ja, dus ik weet het niet, misschien 10%. Even de enclave wordt zo'n gebied, hè. Daar wordt straks gewoond en gewerkt. En de nieuwbouw zal met name woningbouw worden, al gaan we ook een aantal voorzieningen maken. Een school, er komt een supermarkt in de bestaande bebouwing, wijkfuncties. Dus we gaan ook naast werken, wonen, ook echt zorgen dat het een gemengd gebied wordt waar je ook kan vinden wat je nodig hebt in een in de Neighborhood of the Future, inderdaad een mooi boek van Maarten Haren. Maar dat draagt natuurlijk wel bij aan vermindering van mobiliteit als je ook gewoon op het gebied zelf al veel voorzieningen hebt. Ik denk dat merendeel van de woningen wordt nieuwbouw, maar her en der zullen we wel de enclave, de garage is ook zo'n gebouw wat heel geschikt is voor woningbouw. Zullen we dat gaan per gebouw gaan bekijken. Met het zuidelijk deel willen we vooral kunst, cultuur, evenementen, daar de bestaande bebouwing voor gaan inzetten. En niet te veel mengen met wonen weer daartussen. Dankjewel Marco. Laten we het scherm even omdelen en het panel erbij halen. Wethouder Sondel Mutler en Frits Palmboom. En dan halen we natuurlijk ook, Marco blijft natuurlijk, en Lex Brands weer even in beeld erbij. Laten we beginnen, Sondel Mutler, met de positie van de gemeente Zaanstad in dat geheel van die regionale woningbouwopgave. En hoe jullie vanuit de gemeente dat combineren met de specifieke woningbouwbehoeftes en ambities van de gemeente zelf? Dank in ieder geval. Ik word sowieso heel erg enthousiast als ik Marco hoor, want ik ben net zo verliefd op het Hembrugterrein, waar onder andere ook de eerste de gastarbeiders daar aan het werk werden gesteld in dat oude defensiegebouw. Menig opa en oma van kennissen van mij hebben daar gewerkt. Dus dat schept wel een bepaalde bijzondere band. Als ik het heb, ik ben zelf wethouder wonen en bouwen, Indira. En jij noemde terecht ook, ik heb ook wat sociale portefeuilles. Onder andere jeugdzorg, armoede, maar zelfs ook ouderen. En daarmee komt alles bij elkaar in mijn beleving. Want als we naar de metropoolregio kijken en alle factsheets erbij halen, er is op dit moment in alle segmenten, of het nou gaat om huur, of het dan gaat om koop, middeldure huur, hebben wij tekorten. Ik heb Zaanse jongeren die 11,3 jaar moeten wachten voor een sociale huurwoning. Ik heb menig ouderen, en dat gaat groeien met extra 6.075-plussers, die hun huis niet uitgaan omdat zij geen passende woning hebben. Met andere woorden, we zullen de komende tijd, en die verantwoordelijkheid neemt Zaanstad, wat mij betreft als wethouder is betaalbaarheid, heeft prioriteit voor de komende tijd. Ook al stond je op nummer 3, plek 3 bij de mensen bij wie je net de poll werd uitgelegd. Maar die betaalbaarheid is echt een issue in die hele metropoolregio. En daar zou je dus wel rekening mee moeten houden. Maar ik zie ook een tendens in die dat woningen, en misschien is dat ook een verzoek aan alle ontwikkelaars en architecten, de woningen worden steeds kleiner. Terwijl ik denk van, dat is niet de behoefte, zeker wat coronatijdperk nu ons laat zien, wat mensen nodig hebben. Als ik onze ouderen interview, dan zeggen ze, ik ga alleen maar verhuizen. Ik ga niet naar een studio, ik wil gewoon een 3-kamer appartement. Maar dan moeten ze er ook zijn en ze moeten ook nog betaalbaar zijn. En als laatste punt, en daar moeten we denk ik ook heel erg alert op zijn, en willen we ook als Zaanstad een bijdrage aan leveren. De mooie woorden, wij bouwen geen huizen, geen gebouwen, maar steden. Dus je zal en moet die voorzieningen hebben. Daar moet je als architect ook naar kijken. Je bent niet alleen maar woningen aan het bouwen en dus alleen maar de kwantiteit. Hè, je oog hebben voor de kwantiteit. Maar het gaat om de kwaliteit, de openbare ruimte, mensen die elkaar kunnen vinden, het bestrijden van eenzaamheid en die verbinding die je moet gaan maken. Dus dat vraagt iets heel anders van je stad, je gemeente, je bestuurder die beleid maakt,
En hoe je dus ook je ontwikkelaars daarop kan sturen, zou ik nog maar zeggen. Ja, dus u benadrukt terecht zeg maar, de lokale belangen en de lokale woningbouwbehoeften die u te behartigen heeft. In de Q&A kwam, om de olifant in de kamer maar even te benoemen, al vrij snel de vraag boven. Hoe verhoudt zich dat tot wat bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam doet? Niet alleen in het woningbouwgebied, maar bijvoorbeeld met de plaatsing van windmolens vlakbij. Hoe voelt dat in die gemeenschappelijke woningbouwopgave? Het is een vrij politieke vraag, waar ik een politiek antwoord op ga geven, dat snapt u. Wij hebben niet alleen de lusten van Amsterdam, maar helaas ook heel veel lasten van Amsterdam. En ik kan u zeggen in ieder geval dat de Zaanse Raad, maar ook de Oost-Zaanse Raad, al het bestuur van gemeente Zaanse heeft opgeroepen. Er komt morgen ook een motie in de Raad om zo snel als mogelijk ook de bestuurlijke gesprekken te starten. Want als dit soort eenzijdige keuzes van buurgemeenten worden gemaakt ten koste van bijvoorbeeld de woningbouwproductie in het Achtersluispolder, Hembrugterrein, ja, dan zal je dat gesprek ook bestuurlijk moeten hebben. Maar ik kan u verzekeren dat de gemeenteraad van Zaanstad hier alles behalve blij mee is. Mag ik daar iets op aanvullen? Want dit is wel een mooi voorbeeld. Ja. Kijk, Amsterdam is natuurlijk de sterkste stad van Nederland. Hoofdstad met een lange historie. Amsterdam weet heel goed wat zij wil. Alleen Amsterdam is er gelukkig nu achtergekomen dat we een metropool hebben. En Amsterdam heeft heel veel invloed op zijn omgeving als de omgeving op Amsterdam. En dat is ook de reden waarom de burgemeester van Amsterdam als voorzitter van de MRA heeft gezegd, ik ga één dag in de week in de metropoolregio werken. En of dat werkbezoeken zijn of niet. Nou, in de MRA is afgesproken dat we voor het hele gebied van 40 bij 20 kilometer ongeveer in kaart brengen waar de windmolens moeten komen. Alleen Amsterdam dacht dan dat ze dat alleen voor zichzelf moesten doen. Maar het kan zijn dat ik heb van de bron aan energie en ik ken mijn boer met zijn windmolen in de Flevopolder. Het is een kwestie van even met elkaar denken waar liggen je prioriteiten. Dus de windmolens van Amsterdam komen waarschijnlijk heel ergens anders te staan. Maar dat ontslaat Amsterdam niet van de plicht om te kijken waar er misschien wel een plekje zou zijn. Misschien wel op elk dak een windmolen. Dus een beetje verdediging van Amsterdam, maar vooral metropool denken. Nou, het is wel goed, want Lex, we gaan natuurlijk de komende edities nog vaker terugzien. Dat we even een beeld krijgen. Jij bent dus de coördinator van dat geheel. Jij probeert het gemeenschappelijke belang te bewaken. Je bent de ambassadeur van die opgave. En jij ziet dat dan natuurlijk ook van, ja, wat gebeurt hier nu? Wat doe jij dan als je ziet, oh wacht even, dat wordt natuurlijk een probleem in het kader van de gemeenschappelijke belangen. Wie bel je dan? Wat doe je dan? Nou, ik ga niet naar een webinar, hè, zou ik maar zeggen. Nou, kijk, ik bel afhankelijk. Ik probeer er eerst maar eens even achter te komen of degene die dat plaatje heeft gemaakt, wat voor instructie die heeft gekregen. Hè, daar beginnen we mee. Misschien heeft hij iets wel zelf bedacht. We hadden op een gegeven moment ook ergens een vingeroefening van een paar mensen die blijkbaar tijd over hadden om buiten de ring van Amsterdam-Noord in Waterland te bouwen. Wat natuurlijk voor de plancapaciteit niet nodig is, want we hebben 500.000 woningen in de voorraad. En ruimtelijk natuurlijk absoluut ongewenst en zeker klimaattechnisch. Eerst maar even vragen, waarom heb je het gemaakt? En als die dat uitlegt, dan afhankelijk daarvan ga ik maar weer een trapje hoger. En dan bel je natuurlijk eerst Tongil even van, ho, hier gaan we iets aan doen. Nou, ik introduceerde je al als een stedenbouwkundige met een rijke ervaring. En als stedenbouwkundige weet je als geen ander hoe bestuur, strategie, beleid en ontwerp elkaar soms in de weg zitten, maar vaak ook kunnen helpen. In die hele kwaliteit-identiteitsdiscussie, waar let jij dan op en hoe verbind je dat aan de andere bouwlocaties of belangrijke plekken in de omgeving van bijvoorbeeld het Hembrugterrein, ik noem het Twiske of een Noordereiplas? Hoe bewaak jij dus de samenhang en de kwaliteit daarvan? Nou, dat doe ik gelukkig niet in mijn eentje. Laat ik even iets vertellen. Hè. Ik ben maakmeester, dat vind ik een geweldige titel, ook voor een stad met een lange geschiedenis in de maakindustrie. Maar Zaanstad heeft een programma dat heet Maak Zaanstad. En dat gaat over de ambitie om
ja, toch echt tot de 20.000 woningen bij te bouwen tot 2040 in de bestaande stad. En er wordt nu ook gesproken over nog eens een keer 10.000 of 20.000 meer erbij in de periode daarna. Dus er ligt echt een enorme opgave. En die is in Zaanstad geconcentreerd in vier gebieden, vier maakgebieden, Noord, Midden, Centrum, Zuid. En wat wij ontdekken is dat het bouwen in de stad is natuurlijk enorm complex. En in Zaanstad is dat misschien nog wel extra complex. Want Zaanstad is van oudsher eigenlijk, als je diep in de geschiedenis teruggaat, heel anders dan Amsterdam. Amsterdam is een stad met een grachtengordel en met een geweldige stedenbouwgeschiedenis. En Zaanstad is eigenlijk eeuwenlang een stad zonder stedenbouw geweest. Waar bijna per kavel is besloten van kom, ik zet er een houten huis neer. Of ik maak een scheepswerf of een fijne cacaofabriek. En dat heeft een geweldig, vind ik, een geweldig interessante en intrigerende structuur opgeleverd. In het Hembrugterrein zie je daar eigenlijk ook iets van. Hè? Die mozaïekstructuur waar Marco het over had, die kan je in Zaanstad op heel veel plekken terugvinden. Maar we hebben ook wel geconstateerd dat die verstedelijke of die verdichtingsopgave, dat kan je echt niet meer kavel voor kavel aanpakken. Daar moet je gewoon als, daar kan je ook niet alleen maar ontwikkelaars zeggen van doe ons een plannetje. Maar dan moet je echt als gemeente en als overheid voorbereiden hoe je de verbindingen wil leggen, hoe je dat ontmoeten mogelijk wil maken, kortom, hoe je niet alleen huizen bouwt, maar hoe je verder bouwt aan de stad. En dus voor die vier maakgebieden hebben we ook vier supervisoren aangesteld. Sjoerd Soeters was al in het centrum bezig. Die is zeer onlangs opgevolgd door Edso Bindels van West 8. Verder werken Jeroen Ruitenbeek van Palmbout en Roy Bijhouwer van Kwadraat en Ruurt Gietema van KCAP. Ook als supervisoren. Nou, dan hebben we een geweldige ploeg bij elkaar, denk ik. En ik ben eigenlijk een beetje een soort, vliegende kiep, die een beetje tussen die opgaven spendelt. En ik ben er vooral op gericht om de samenhang tussen die opgaves te bewaken en ook erg op te letten welke condities er nog op het vlak van de hele stad nodig zijn om die verdichtingsopgave tot succes te maken. En dan komen we nou misschien bijna als allereerste op die HOV-verbinding met Amsterdam. Dus Amsterdam-Noord is zich enorm aan het ontwikkelen. Achtersluis-Polder dient zich ook aan als een volgende schakel. Dan raken we aan Poelenburg, wat nu een beetje een geïsoleerd, aan de rand gelegen deel van de stad is, wat zich de laatste jaren toch ook vrij kwetsbaar heeft getoond. Dus de grote kunst is eigenlijk om die hele enorme bouwopgave te voorzien van de goede verbindingen, die verbindingen op de regionale schaal te definiëren, maar ook te zorgen dat de verbindingen binnen Zaanstad sterker worden. En dat als het ware de verschillende delen van de stad zich ook aan elkaar op kunnen trekken. Dus de opgave, kijk, Zongel die vertelt al iets over gastarbeiders en mensen die in het Hembrugterrein werkten, die in grote getalen in wijken als Poelenburg, Peldersveld kwamen te wonen. Die wijken zijn echt destijds gebouwd om de ongeschoolde arbeiders uit Nederland een plek in Zaanstad te bieden. Daar zit dus nog een enorme opgave van sociale emancipatie, zou je kunnen zeggen. En zorgen dat ook die mensen, kansengelijkheid, ook met de omgevingsvisie, is natuurlijk een hoofdthema. Dus de grote kunst is om die stad ook zo te bouwen dat alle onderdelen van de samenleving daarvan mee kunnen profiteren. Dan raken we natuurlijk aan opgaves van stedenbouw. Maar wat ik erg wil benadrukken, daar zit natuurlijk een enorme bestuurlijke en politieke dimensie aan. Hè, want het gaat dan ook over toegankelijkheid van de woningmarkt, over wie waar kan wonen. Nou, ik weet niet, misschien kan Songul daar nog iets over vertellen. Hè? Want volgens mij heeft Songul een soort fantastische uitvinding gedaan met, ik weet niet precies hoe het heet, maar een soort Zaanstadhypotheek of zoiets. Dus het gaat ook over het bewaken van de balans, de sociale balans in de steden. Het tegengaan van ook verdringingsverschijnselen die optreden naarmate de woningmarkt meer een metropolitane schaal krijgt enzovoort.
Nou ja, ik benoem nou al heel veel dingen waar ik mee te maken heb. Waar je allemaal mee bezig bent. Maar je stipt wel een aantal dingen aan waardoor het toch wel goed is om weer even terug te gaan naar Zonwiel. Frits noemt nogal wat hete aanhijzen, stel ik me zo voor. De verdringing op de woningmarkt, die Zaanstad-hypotheek, zou ik ook heel graag iets over horen. En ook omdat ik zie dat in de Q&A, er zijn maar 16% Zaankanters vertegenwoordigd in dit gezelschap, maar ze roeren zich heel erg. En de vraag is ook, hoe combineer je nou die grootstedelijke belangen, die metropoolbelangen, versus het gesprek met de stad, met de mensen die daarin of daarbij wonen? Dat zijn drie vragen op jouw bordje, Zonwiel, dus. Als ik het één vergeet, shoot. Yes. Volgens mij zegt Frits inderdaad een paar hele, hele, hele rake dingen. Toen ik net 3 jaar terug als wethouder werd aangesteld, werd een van mijn prioriteiten die betaalbaarheid. En daar kon ik op een paar manieren invulling aan geven. Door te sturen op het percentage sociale huur. Helaas was het Hembrugterrein voor mijn tijd, vandaar die 20%. Anders was het zeker 30% geweest. Ik kon daar niet meer in interveneren. Nou, wellicht op een andere manier. De tweede was, we gaan een nieuwe model, een startersmodel bedenken om de betaalbare koop veel meer te stimuleren. Dat hebben we gedaan aan de hand van onze model Betaalbare Koop Zaanstad. Waarbij we het mogelijk maakten, ook voor de ontwikkelaars, om bijvoorbeeld een woning tussen de 2 ton en 2,5 ton te ontwikkelen. Maar wij, onze jongeren, we hebben een holding waar we aandeelhouder van zijn opgericht. Waarbij wij hebben gezegd, nou, wij worden 65% eigenaar van, ik moet even goed zeggen, een deel van de stenen blijft bij ons. Een deel van de stenen gaat naar zo'n starter. En de grond blijft ook bij ons, maar we gaan een inkomensafhankelijke kanon vragen. Nou, eigenlijk gaan we het kwijtschelden de eerste paar jaar. Totdat zo'n jongere of een starter een goed verdiende baan heeft en hij weer kan doorstromen. En als hij hem verkoopt, dan verkoopt hij hem weer aan dezelfde doelgroep. Waardoor de betaalbare koopwoningen ook binnen die doelgroep blijven. Ik weet dat heel veel collega's van mij in andere gemeenten hier heel erg geïnteresseerd in zijn. En voor de ontwikkelaars is hij interessant, omdat ze net iets duurder die woning kunnen bouwen. Maar onze jongeren een hypotheek hoeven te vragen van een ton. Om een woning te kunnen bemachtigen van 2 ton, 2,5. Zonwiel, mag ik daar even kort iets over vragen? Want wat je dus doet, is je scheidt de grond van het huis wat erop staat. Dat betekent dat de grond in eigendom blijft van de gemeente. Ik zie dat in meer gemeenten gebeuren, maar wat jij zegt, en dat is heel bijzonder, dat die ontwikkelaar daar ook van profiteert, maar die krijgt de grond dus niet. Vindt hij dat niet erg? Tot nu toe niet. Aan de andere kant, kijk, uiteindelijk ben je natuurlijk als gemeente verantwoordelijk om die kaders aan de voorkant mee te geven. En wij hebben de kader 30% sociaal vanaf 20 woningen en 10% betaalbare koop. En in de praktijk, omdat we ook een doelgroepenverordening hebben gemaakt, dus we kunnen het ook in onze bestemmingsplannen opnemen, is zo'n ontwikkelaar gecharmeerd van een dergelijke model. Tot op heden heb ik daar nog geen klaagzang van gehoord. En als dat gebeurt, dan... dan zullen we dat wel meemaken. Maar... En zie je nu ook het aantal wachtjaren slinken? Want je bent hier nu een jaar of twee mee bezig. Hè? Een jaar of en 1 jaar of weer concreet, denk ik. Gebeurt daar al iets? Nee, de wachttijden zijn nog steeds 11,3 jaar. De eerste 5, 6 bestemmingsplannen zijn nu al goedgekeurd. Dat zijn grote projecten. Neem even de Houthavenkade met ruim 700 woningen. Zaanse Helden met ruim 400-500 woningen. We hebben net Oostzijde Park laten accorderen. Ook weer ruim 500-600 woningen. Daar zit ook BKZ in. Maar voordat die woningen uiteindelijk zijn opgeleverd, zijn we weer 1 jaar, 2 jaar verder. Yeah. Dus ik ga dat helaas wellicht als wethouder niet meer meemaken in deze periode. Maar dat die wachtlijsten moeten naar beneden. En dat kunnen we Indira niet alleen. Hè. Dat moet... ik die mij kennen weten dat ik dat altijd roep. Ik ben daar zelf opgegroeid tot mijn 19e. En ik zie daar echt zo'n grote segregatie ontstaan. En ik zou het zonde vinden, en dan kijk ik ook even Marco aan,
dat het hembrugterrein straks voor de elite wordt. En dat die verbinding met zo'n kwetsbare wijk, welke wij een echte impuls, kwaliteitsimpuls willen geven, als die verbinding er niet komt. Dus je zal inderdaad niet alleen naar Hembrug-Sek moeten kijken, maar ook de omliggende wijken, nou ja, zoals een Poelenburg-Peldersveld, die dat nodig hebben. En als u dan zegt verdringing, hè, dan is dat niet alleen de goedkope woningen en de dure woningen. Dus dat wordt in zo'n sociaal beleid bewaakt. Maar verdringing, kan ik me voorstellen, is ook de lokale woningmarkt versus de regionale woningmarkt. En als je dus aan de ene kant werkt aan een gemeenschappelijke regionale woningbouwopgave en tegelijkertijd hele concrete lokale belangen hebt, hoe gaat u daarmee om? Is dat een tegenstrijdigheid of niet? Het is een hele mooie vraag. Er is sprake van verdringing. Het aantal sociale huurwoningen en betaalbare woningen in Zaanstad is, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld in Amsterdam, Haarlemmermeer, Amstelveen, vele malen groter. Dus die verdringing hebben wij gemerkt. De politieke druk bij mij is hoog. Hey, alle woningen gaan naar Amsterdammers, is de opmerking die vaak gemaakt wordt. Nou, deels is het ook waar, want als je kijkt naar Zaandam alleen al, daar gingen 40 à 45% van de koopwoningen naar mensen uit Amsterdam. Van harte welkom, maar je snapt wel dat de inwoners denken, ja, maar ik moet wel wachten. En dit leidt tot het laten drijven van de prijzen van de koopwoningen. Dat is ook de reden waarom ik denk, die last kan je niet als gemeente in je eentje dragen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen de metropoolregio Amsterdam. We moeten allemaal oog hebben voor die betaalbare woningen. Lex, misschien kan ik daar wat op aanvullen. Net zeggen, dat is natuurlijk precies wat jij aan het doen bent, denk ik. Maar wat voor middelen heb jij om daarin te sturen en dat gelijkelijk behoefte op te lossen? Kijk, wat Songun zegt, dat klopt allemaal. Er is wel sprake van verdringing, maar er is ook sprake van regionalisering. Hè? Dus mensen gaan met zichzelf ook voor goedkope woningen verder weg wonen. Allerlei artikelen in de krant dat ze tot achter Amersfoort gaan wonen. Maar wat wij feitelijk doen, en dat begint bestuurlijk, is het gesprek voeren met elkaar over tenminste zit werken en wonen dicht genoeg bij elkaar. En ik noem een voorbeeld. En ook nog man en paard, niet om te blamen en te shamen, maar wel, het is toch opmerkelijk, neem een stad als de Haarlemmermeer, die gevestigd is op 2,5 kilometer van de werkgelegenheid van Schiphol. En de Haarlemmermeer kent relatief een extreem laag percentage sociale woningbouw. En dat is eigenlijk raar. Dus die mensen die op Schiphol werken, die worden over het spoor enzovoort via Amsterdam. En daarom is het aanleggen van die metro en het sluiten van die ring en die verbinding met al die uiteinden zoals Zaanstad van cruciaal belang. Die mensen worden aangevoerd vanuit Almere, 30.000 man per dag, om op Schiphol te werken. En het percentage dure koop of koop wordt dan in Haarlemmermeer behoorlijk hoog gerealiseerd en weinig sociaal. En dat is een verschrikkelijk moeilijk gesprek. Want elke wethouder zit met mijn bevolking wil. Mijn stad is. Maar het lastige is, je stad verandert. En voor een belangrijk deel kan je die stad, je kan dat maar deels beïnvloeden. Daarom begonnen we ook natuurlijk met die metropolen. Uiteindelijk wat je in je stad beslist, de ruimte die je daar hebt om te bewegen, is maar beperkt omdat er die hele metropoolwerking, de internationale werking, bovenop zit. En dat maakt het moeilijk om daar met elkaar over eens te worden. Marco, jij wil al heel lang wat zeggen. Ik geef jou graag even het woord. Ik dacht misschien weer interessant om even terug naar Hembrug. Volgens mij een terechte opmerking vanuit Frits en Songul over een Poelenburg, een sociale problematiek daar. Ik denk dat we dat met Hembrug zelf niet kunnen oplossen. Ik denk wel dat de ontwikkeling van Achtsluispolder en Hembrug kunnen bijdragen aan dat meer bestemmingen worden, dat er verbindingen komen, dat die eigenlijk tussen Zaanstad en Haafstad, tussen Sloterdijk, dat je beter verbinding krijgt. En op Hembrug zelf, daar zitten natuurlijk al heel veel lokale Zaanse ondernemers. We willen juist ook die maakindustrie blijven koesteren. Misschien nadenken over een ambachtsschool, over scholing. Ik denk dat Hembrug wel dat mensen echt voor gaan kiezen om daar te wonen. Hè.
Maar binnen de type mensen die we aantrekken, willen we wel zo breed mogelijk. Dus sociaal, midden, duur. Misschien, wij geloven misschien in dat we juist ook veel faciliteiten bieden. Dus ik weet niet of de woningen heel klein worden, maar ik snap je opmerkingen. Ik denk dat de corona ook laat zien dat juist collectieve voorzieningen genoeg openbare ruimte, plekken hebben waar je samen kan komen. Het sociale aspect, ik denk dat wij dat met op Hembrug heel erg daar achter staan. Dus ik hoop dat daar wel een bepaalde mate van inclusiviteit in komt. Maar ja, Poelenburg, dat is een. Ik hoop dat zo'n HOV daar echt heel erg bij gaat helpen om daar een soort emancipatie in te krijgen. Absoluut. En dan even een gewetensvraag, Marco. Jij hebt natuurlijk ambities die aansluiten op regionale, lokale kwaliteitsambities, noem het maar. Maar wie van je drie panelleden spreek jij het meest? Als het gaat over wat je op het Hembrugterrein wil doen, heb je het vaakst met Frits te maken, het vaakst met Zongul of het vaakst met Lex? Lex ontmoet ik voor het eerst. Ja, Zongul ook, maar daar heb ik al wel veel van gehoord. Volgens mij gaan we binnenkort ook wel ontmoeten. En Frits ken ik. Ik heb veel met Ruurt te maken. Zijn Ruurt Gietema als supervisor van Maak Zaanstad Zuid. Dus het team van Frits, zeg maar. Het team van Frits, maar binnenkort ook wel digitaal koffie drinken met Zongul. Dat zou ik heel leuk vinden, Marco. Want volgens mij hebben we dezelfde liefde en passie voor het Hembrugterrein. Ja. En het wordt echt een fantastisch als al die huizen er staan. Maar die verbinding, dat mensen zich, die verbinding die je niet alleen in het Hembrugterrein, maar ook in die omliggende gemeente gaat voelen, dat gaat die plek uniek maken. Ja. En ik heb er heel veel zin in om daar echt mee aan de slag te gaan. Ja. Kijk, nog één ding niet gehoord, en dat is het klimaat. Ja, heel goed. Dat moet ook de laatste vraag / onderwerp worden. Want we zijn al over de tijd aan het heen lopen. En de aandachtspannen, zoals we al zeiden, loopt op een gegeven moment terug. Hoewel vrijwel iedereen er nog is, dus dat gaat goed. Is ook een vraag uit het publiek. Hoe maak je nou zo'n plan, zo'n gebied robuust? En een van de actuele context is natuurlijk van corona, maar het gaat natuurlijk ook over economisch duurzaam, het gaat over klimatologisch duurzaam. En daar zitten jullie waarschijnlijk allemaal op een andere manier in. Zouden jullie alle vier nog daar kort iets over kunnen zeggen voordat ik ga afronden? En dan begin ik even met Frits, want jij begon ermee. Ja, ik vergroot de vraag een beetje. Hoe maak je het robuust? En dan even niet alleen over Hembrugterrein, maar eigenlijk over die hele operatie om woningen bij te bouwen en de stad te verdichten en de groei van de stad binnen de stadsgrenzen plaats te laten vinden. Ik vind duurzaamheid en robuustheid heeft heel erg te maken ook met of het als het ware past bij de stad. En daarmee kom ik een beetje terug op die vraag die ook volgens mij in het publiek leefde van... we hebben het nou wel over de metropool, maar dat zijn voor een deel mensen van buiten de stad die er allemaal iets over zeggen. Ik woon half een beetje in Zaanstad, niet helemaal echt, maar wel bijna inmiddels. Maar het gesprek met de stad over hoe je omgaat met verdichting, niet alleen voor de eigen bewoners, maar ook voor de metropool. En hoe je nou zorgt dat dat bij elkaar past, daar wil ik één ding over vertellen. Wij hebben gezegd van ja, als de stad zoveel veranderingen tegemoet gaat, dan is het heel belangrijk dat wij in ieder geval wat we noemen de kernkwaliteiten, de ruimtelijke kernkwaliteiten van Zaanstad goed in kaart brengen. Dus wij hebben het afgelopen jaar eigenlijk een heel mooi vierkant boekje gemaakt, heel makkelijk leesbaar. Dat is ook online gezet, waarin we eigenlijk heel korte geschiedenis nagaan van de stad. En laten zien wat de eigen identiteit van de stad is. En daarin ontdekken we ook weer die mozaïekkwaliteit die je in Hembrugterrein eigenlijk in het klein vindt. En onze grote strijdkreet is eigenlijk, zorg voor maatwerk. Doe in Poelenburg niet hetzelfde als in Hembrugterrein of in Achtersluispolder. Niet hetzelfde als... in Westzaan of in Assendelft. Sommige delen van Zaanstad zijn nog heel dorps. Andere zijn ze echt stedelijk aan ontwikkelen. Hembrugterrein is gewoon hartstikke uniek. Doe niet overal hetzelfde. Dat geldt misschien zelfs voor die menging
van sociaal en niet sociaal bouwen. Want in Poelenburg moet je misschien wat minder sociaal bouwen. En in andere gebieden wat meer. Maar dus maatwerk is heel erg belangrijk. En wat ik wel leuk vind van deze bijeenkomst en van de presentatie over het Hembrugterrein. Ik vond de presentatie van Marco echt super. Omdat hij ontzettend goed dat gevoel van maatwerk meegeeft. Van het is anders dan in andere gebieden. Het is een beetje geheimzinnig. Je zoekt voor een deel juist dat geheim houden. En aan de andere kant zoek je een beetje naar dat iconische. De menging daarvan, de subtiliteit daarvan en de continuïteit. Want ik herken ook in het verhaal van Marco dingen van waar wij al 10 jaar geleden mee begonnen. Toen zijn eigenlijk de eerste zaadjes geplant. Grondende wijs, ja. Frits. Dus ik wil eigenlijk daar een heel erg een pleidooi houden voor, laat ik zeggen, de vakmatige kant. Naast de politieke kant, zorg voor maatwerk, doe het zorgvuldig. Zorg dat je ook bij verdichting voor de hele metropool aansluiting vindt bij de identiteit van Zaanstad. Dankjewel, Frits. Even de titel van het boekje en waar we het kunnen vinden, want er wordt om gevraagd in het publiek. Het heet Ruimtelijke Kernkwaliteiten, Gemeente Zaanstad. En het is op de website van Zaanstad te vinden, maar waar dan precies? Daar zorgt Google wel voor. Ja, ik zet hem eventjes in de chatbox, dan kunnen mensen dat zien. Ja. Lex, ik ga even naar jou en ik moet je helaas vragen om iets bondiger te zijn dan Frits. Ja. Ja. want klimaat, duurzaamheid, robuustheid op regionaal niveau is ook weer iets anders dan wat Frits beschrijft, denk ik. Nee, helemaal niet. Het is hetzelfde. Goed. Kijk, Frits zegt vakmatig en politiek. Ik zeg, en wij staan allemaal ten dienste van de bewoners. En de bewoners die hier komen. En dat was eigenlijk wat ik in het begin ook zei. Je kan je afvragen of Tokio, of daar nog community in zit. We weten dat dat wel zo is. Maar eigenlijk, wij hier, in ieder geval de metropool, houden van onze eigen buurt. En wat je dus maakt, moet het gevoel hebben dat je thuis bent. We zijn met een project bezig om 7 middelgrote steden, dus ook Zaanstad, te versterken en te verdichten. En we beginnen het gesprek, wat voor stad ben je? En dat is best moeilijk, hè? Toen we begonnen bij Purmerend, toen zei ze, wat is het beeld van onze stad? Een koe, want we hebben de koemarkt. Nou, dat is het begin van een gesprek over wie je echt bent. Om vervolgens te zeggen, en wat wil je dan over 10 jaar zijn? En wat is de weg daar naartoe? En daarvoor hebben wij vanuit ons vakgebied, hebben wij daar allerlei oplossingen voor. En moeten de bestuurders daaruit kiezen. Ook weer naar het raadplegen van van de bevolking. En voor de rest is klimaatadaptief bouwen gewoon een no-brainer. Staal en beton houden op als grondstof. Dus we gaan gewoon lekker op hout vanaf 2025. 20% in hout, op vlas en al die andere dingen. Het kan gewoon als we het willen en als we het samen doen. Songul, dat moet als muziek in de oren klinken, want als er iets goed gebouwd wordt in de Zaanstad, is het wel houtbouw en dan liefst ook nog groen of een kleur die daarop lijkt. Ik geef jou het laatste woord in het panelgesprek en daarna zal ik nog even... Nee, Marco, jij hebt genoeg gezegd. Ik moet even afronden. Maar heel erg bedankt. Songul, even vanuit de gemeente nog bezien. Als het gaat over robuustheid en duurzaamheid en ook klimaatadaptief, wat al best grote begrippen zijn. Ik denk dat het Hembrugterrein, en daar eindig ik weer mee, waar ik verliefd op ben geworden, alle elementen bevat in het klein. Het behoud van cultuurhistorie, al die panden waar we naast een nieuwe tijdlaag gaan neerzetten. Het feit dat we de openbare ruimte groen willen maken, klimaatadaptief aan het werk zijn, dat maakt dat hopelijk ook Hembrugterrein een in het klein laat zien hoe je een robuuste wijk straks kunt creëren. We moeten wel, en dat is mijn eigenlijk oproep aan iedereen die luistert, heb oog voor de doelgroep. Als je wil dat men die verbinding houdt, kijk dan niet alleen naar huurwoningen, zeg ik er ook even bij. Zorg ervoor dat die diversiteit er komt. Zorg ervoor dat er goed wordt geluisterd naar de behoeften van de mensen. Want uiteindelijk bouwen we voor de mensen en bouwen we dus geen huizen, maar steden. Dankjewel, Songul Mutlia. Dankjewel, Frits Palmboom, Lex Brands, Marco Broekman en achter de schermen Isanne Dame. Wij gaan volgende week verder en dan gaan we door naar Haarlem.
daar spelen natuurlijk dezelfde gemeenschappelijke opgaven, maar toch weer in een iets andere lokale context. We hebben ook sinds deze week een donatieknop. Dat is een bericht aan het publiek, waarop jullie kunnen bijdragen aan deze gratis online meetings, die natuurlijk wel gratis zijn, maar ook weer niet. Dus wij zijn super blij als jullie ons steunen in deze tijden met deze projecten. Heel erg dank allemaal en hopelijk tot volgende week weer. Tot ziens. Tot volgende week. Dag allemaal. Bedankt. Dag.